Hallo mensen, welkom weer bij je nieuwe video van Formule 1. We gaan vandaag in een circuit van Canada rijden, circuit Gilles-Villeneuve, hoe je dat ook mag zeggen. We hebben in de vorige aflevering zijn we eerste geworden in Azerbeidzjan. Wat zijn we toch goed, jongens? Maar zo te zien in onze ontwikkeling R&D overzicht zijn we echt een van de slechtste auto's. Dus ja. Laten we naar de race gaan, denk ik. Want we hebben in de vorige aflevering aan het einde hebben we de dingen toegevoegd die we hebben moeten toevoegen. Er zijn dingen onderweg, zoals de verbeterde energieopslagcellen. En verder niks, denk ik. Oh ja, er waren de twee dingen waren niet op tijd gekomen. Of die waren kapot gegaan onderweg of zo. Maar we gaan dus in deze aflevering gaan we lekker racen in Canada. Laten we meteen er naartoe gaan, want er zaten geen dagen tussen. Of dat hebben we natuurlijk in de vorige aflevering gedaan, natuurlijk. Ja, heel dom. Dom, 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 dom. We gaan er meteen naar de volgende. Naar de volgende, man. Laten we de race doen. Als je deze video natuurlijk leuk vindt, abonneer natuurlijk, reageer natuurlijk en like de video. Dit is het niveau waar we hem op hebben staan. We hebben hem op 75. Voor mij is dat best wel goed voor de eerste keer Formule 1 spelen. Ik ben natuurlijk nog aan het wachten totdat ik een stuurtje heb. Maar als ik een stuurtje heb, misschien ga ik in de volgende. Ja, in het volgende seizoen ga ik een stuurtje gebruiken. Is dat een idee? Als jullie dat een idee vinden. Ik weet niet of jullie hierop reageren of iets. Dan zou ik het graag willen wijten. Ik moet eventjes het geluid er opnieuw in doen, want hij zat er niet goed in. Ik hoop dat jullie niks kuts hebben gehoord of zo. Maar, ja, dat dus. We gaan dus in de volgende seizoen gaan we wel met het stuurtje proberen. Maar dan gaan we naar de race. We hebben een training. We hebben 29 punten vergeleken met George Russell. En we gaan beginnen bij de eerste training. En daarna gaan we alles simuleren. En dan gaan we kwalificatie. En dan gaan we kijken of we een van de snelste zijn, weet je. Laten we eens even kijken. Dus als je deze video natuurlijk leuk vindt, abonneer, like en reageer. En deel het natuurlijk met je vrienden, wat zou ik echt super top vinden. Lekker man, lekker man. Het kutste aan Formule 1 spel is dit laden. Als dit laden niet was geweest, jongen. Oh. Jongen, 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 jongen. Wacht even, ik ga denk ik eventjes. Is het een idee om de camera te verplaatsen? Nou, dan gaat hij scheef zitten. Nou, dat wil ik niet. Hey, Charles Leclerc, leuk. Zo, daar zijn we weer. Ik dacht even, ik zet even mijn camera op de andere plek, maar dat kon niet. Daar stond hij scheef. We gaan natuurlijk alleen de baanacclimatisering doen. En dat laten we zien met harde banden. Drie rondes. Doen we met deze. Here we go. Vliegende ronde natuurlijk. Dan gaan we de poortjes doorheen rijden. Here we go. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Remember to activate your DRS in the DRS zone as well. DRS zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Lekker hoor. Dit is kaasje, mensen. Mijn haarspel popt.
Cool. Twee groene. Drie groene. Ik vind dat een kaarsje. We gaan hem nog een keer proberen. Kijk of we het doen. You pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Kan ik even? Ik doe even een flashback hoor. Sorry op mensen. Okay, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Oké. Here we go. Weer groen, waarom? Nou, twee groenen dan. Lekker. Kaboom. Waarom? Wat? Ik drukte op mijn DRS. Wauw. Gaan we terug naar de garage. Ik drukte gewoon op mijn DRS. Beetje vaag. Misschien was ik te snel voor de DRS, denk ik. Een hele goede hebben we gedaan. We gaan dan door, meteen door naar de kwalificatie, mensen. Hey! Het is tijd om ons aan de top 3 te herinneren. En dat is Bottas, Hamilton en Sebastian Vettel. Dat was het. De trainingen zitten erop. Tot de volgende keer. Tot ziens. Harde banden. 1.14. Prima, prima, prima. Man. Here we go, mate. Nice. Ik zou eigenlijk in elk laatste stukje zou ik moeten zeggen, like deze video natuurlijk. Dan gaan we naar de kwalificatie, mensen. Gaan we laten zien wie hier de baas is, mensen. Mensen. Lekker hoor, lekker hoor, lekker hoor. Gaan we, lekker hoor. Here we go. Doe. Pion, pion, pion. Oh. Formule 1 Grand Prix du Canada. Zer. Paddock Club. Lekker man. Even naar de sessie kijken. Ja, prima weer. Ja, here we go. Here we go! Wacht. Moet eventjes. Waar staat die? Auto-afstelling. Verhoogde topsnelheid. Yeah! Want we hebben best wel een lang stukje hier.
We gaan naar het circuit. Here we go. Vliegende ronde, mensen. Lekker. We zijn nu al 10 minuten verder in de video. Als je de video natuurlijk leuk vindt, abonneer en like de video. Dat zou super top zijn. Natuurlijk. Heerlijk. Geen goede bocht. We're expecting rain in around 10 to 15 minutes. Exit, nice. Dat gaan we zeker doen, want we gaan nu terug naar de garage. We hebben best wel snelle ronde gedaan. Dan gaan we lekker naar de race, mensen. Sorry hiervoor. Gaan we thuis versnellen. Car repairs have set us back a little. Tweede. Steeds tweede. Alright. Bezig hoor. Tweede. Na de kwalificatie is het tijd om de top 3 door te nemen. Hamilton, Thomas en Valtteri Bottas. Tot ziens voor nu. Max Verstappen zevende. Dat we nog maar net begonnen zijn. Kom morgen terug als de lichten uitgaan. Of is het onze teammate? 22e. Misschien heeft hij wel een straf of zo. Of hij is gewoon slecht. We moeten gewoon een nieuwe driver hebben. Dus in de Toucan. Ik ook. Het zag er zo gemakkelijk uit. Mhm. Damn right about that. Het is altijd fijn om vooraan te staan, niet? Het voelt geweldig. De chassisafdeling heeft veel overgewerkt en dat heeft ze echt zijn voet afgeworpen. Wat is het geheim van jouw kwalificatietempo? Zoals ze zeggen, zouden er regels tegen bedenken. Met een geweldig team dat keihard werkt om het beste uit de auto te halen. Dat dacht ik ook. Wil je nog iets zeggen over dit team? Nee, ik heb me niet echt met hem bezig gehouden. Ik zie ze als een geweldig team met een sterk erfgoed. We hebben geluk dat ze in F1 zitten. Ik denk het wel. Ja. Super, dat was het. No problem. No problemo. There. Even kijken dat we in het midden zitten, wijtje. Anders is het niet zo nice. Zo.
Lekker man. Voltooide kwalificatie. Kwalificatiepositie heb ik wel. Hij niet. Lekker. We hebben nu 31 punten. Aha. Rivaliteit gewonnen. Yeah. We zijn nu level 7. Als farm hebben wij. Lekker man. Gaat nu wel rap. Gaat rap, 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 rap. Canada. Race. Ronde 9. Even laten zien dat wij de baas zijn. We hebben 18 rondjes die we moeten afleggen. En dat laten we lekker zien in deze race. Olaf Mol en Bas van Damme. Do your thing. Do your thing, man. Oeh. Wat duurt het lang. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Dat denk ik ook. Lekker man. Ja, we kunnen niks aan echt toevoegen. We hebben nu geen rivaal meer, want George Russell is no more. George Russell is a two sheet. Lekker man. Here we go. We gaan even laten zien dat wij tweede plek kunnen houden. Of eerste plek in te krijgen, weet je. Duw. Here we go, Bas van Damme en Olaf Mol. Hallo en welkom weer op het Île de Notre-Dame voor wat wederom een ongelofelijke Canadese Grand Prix belooft te worden op een sterk competitief circuit waar de strijd om pole position vaak wordt beslist met minder dan een tiende van een seconde. We zullen hier op het circuit Gilles Villeneuve topsnelheden van zo'n 340 km per uur zien, waarbij ongeveer 2/3 van de ronde vol gas wordt afgelegd. Hoge snelheidschicanes betekenen potentieel gevaar, vooral bij de beruchte Wall of Champions. En let op inhaalacties bij het ingaan van de hairpin en de laatste chicane. Bas van Damme, zoals altijd, weer naast me voor de race. Laten we het gesprek beginnen met Alexander Albon. Zo te zien wordt het een zware race vandaag. Positie van de achterin. Komt door gridstraffen voor het vervangen van power unit componenten. Aan de andere kant, die nieuwe onderdelen kunnen hun wel helpen de kracht te behouden die ze nodig hebben om naar voren te stevenen. Ik verwacht dat ze het vandaag agressiever zullen aanpakken om de slechte start goed te maken. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. Lewis Hamilton begint op pole position en Thomas maakt de voorste rij compleet. Verder op de grid hebben we Bottas, Vettel, Charles Leclerc en Perez. Verstappen, Stroll, Raikkonen en Daniel Ricciardo. Gasly, Grosjean, Esteban Ocon en Giovinazzi. Norris, Fiat, Carlos Sainz en George Russell. Latifi, Albon, zij hebben een grid penalty. Magnussen en Juan Manuel Correa. De lichten gaan bijna uit, dus op naar de baan. Here we go. Ring. Duurt te lang, tijd aan tijd, spijt me nu zo. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Let's go, I'm ready. Hey, een auto is niet zwart. Goeie start, let's go! Blijf aan de buitenkant. Hij is natuurlijk veel sneller dan ik. Ah, nee!
Let's focus now for the rest of the race. Sir. Wat is er gebeurd? Botsing ofzo. De concentratie is hoog, mensen. The fastest lap of the race. Keep this up. Waarom deed ik dat? We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. We zitten weg. Nee. Great work. That's a new fastest lap of the race. We're leading our teammate by 18.1 seconds.
beetje rustig door het rijden bent. Fuck, jongen! In this lap, push now. Jammer. Release. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Put you in fifth, P5. Boxed for the mediums, car behind on the medium tire. We zeggen voor Hamilton, let's go. Maar die haalden ze toch alweer in.
fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Fucking go. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Zeven rondjes. Gap to teammate behind is 20.1 seconds. Nice. Stop. Oh, fuck. Yep, dat was echt niet slim. Forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Hopen dat het niet komt. Ah, te laat ingestuurd. Iemand is eruit. Lando Norris. Wauw. Wat zal er gebeurd zijn? Ik ben wel benieuwd. Yellow flag. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead.
track is clear. Green flag. Ah. Hamilton komt dichterbij. Fuck, jongen. Stuur eens bij. Five laps of fuel remaining. Oh, nummer DRS. Mijn vleugel is kapot. First position, front of the pack. Hamilton is behind you. Okay, the gap behind is 3.3 seconds. They're on old mediums. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Four laps remaining. Ik had niks te vertellen over de band of over de achtervleugel. Had ik niet verwacht. Twee rondjes. We have two laps of fuel remaining.
beetje. Oh, we moeten weer harder rijden. This is your final lap, final lap of the race. Aha! We hebben hem gewonnen! Alweer! Let's fucking go! Alweer een race gewonnen, let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! That's a race win and your second race win in a row! Woohoo! Fantastic job! Yes! Let's go! Let's fucking go! Een echt geweldige rit en een prachtige prestatie voor het hele team dat hier in Canada gewonnen heeft. Zeg eens Bas, waardoor zijn zij vandaag voorgebleven op de concurrent? Dat was een echte teamoverwinning. Het is ze gelukt een goede strategie in te zetten die bij de omstandigheden op de baan paste. De coureur deed alles wat van hem verwacht werd om het plan van het team tot in de puntjes uit te voeren. Een prachtig voorbeeld van hoe Formule 1 een echte teamsport is. Only dubs. Maar waarom was dat gebeurd dan? Dat ik in één keer. De gezichten van de top 3 staan enorm blij terwijl ze onderweg zijn naar het eerste, podium. Eerste. Welverdiende overwinning en een prachtige prestatie voor allemaal. Fucking go. Yeah. Is the. En zien waar de coureurs staan. Het is een geweldig resultaat voor zo, Lewis echt veel sneller dan Lewis Hamilton. In de top. Eens kijken Bas, wie vind jij een van de beste coureurs van vandaag? Ik ga voor Thomas. Ze hebben de banden optimaal benut zonder tempo in te leveren. Wat een goede vaardigheid om te hebben in de Formule 1 van vandaag. Wow. Over naar het constructeurskampioenschap. Mercedes blijft de leiding versterken. Dankzij het goede werk van Racing Point dit weekend stijgen ze verder in het klassement. Wie weet wat de sport na zo'n evenement de volgende keer weer voor ons in petto heeft. Oh, kijk dan weer, want wij brengen je de spanning en sensatie van Formule 1. Stand. We gaan zesde. Oehoe. Achter Max. Wauw. Herhaling weergeven. We willen natuurlijk even kijken. Doen. Wacht, ik moet even kijken bij highlights. Hoogtepunten.
Wacht. Kunnen we niet bij iemand anders meekijken? Kunnen jullie bij iemand anders meekijken? Man, fuck this. Wauw, dat kunnen we dus niet zien. Wat jammer! Kak! Helaas. Nou, toch bedankt voor het kijken naar deze alweer weer een video! Woehoe! Oh god, ik ben een beetje aan het grappen. Goed werk geleverd vandaag. Wat vind jij ervan? Nou, geweldig natuurlijk. De auto heeft echt zijn werk gedaan. Wie is momenteel je grootste concurrent? Oh. Oeh. Ik ga mijn favoriete driver gaan kiezen. Lando Norris, Alexander Albon en Daniel Ricciardo is nogal te hoog gegrepen, denk ik. Je overstijgt alle verwachtingen. Kan iets of iemand je nog stoppen? Bedankt voor je tijd. Oh, wauw, dat was het. Dat was kort. Dat was kort. Oh, godver. Lekker mensen. Veel toekoes. Geen stress. Aha. We gaan natuurlijk aan het einde van deze aflevering gaan natuurlijk weer de dingen toevoegen die we willen toevoegen. En dan gaan we dat in de volgende aflevering hebben. Natuurlijk weer een snellere video. Kunnen we meteen beginnen natuurlijk. En in de volgende aflevering gaan we racen in Grand Prix van Frankrijk. We hebben weer wat geld gekregen. Ja, we gaan even de tijd vooruit doen. Aha, veel geld. Lekker. Hey baas, ik denk dat we onze tijd beter kunnen indelen door ja, dat had ik moeten doen. Ja, was ik vergeten. Ik had er niet over nagedacht. Ja, oké. Waar zitten we echt achter? We zitten echt achter met de chassis. Dus gaan we deze toevoegen. Come on. Verder hebben we geen geld meer. Deze. Gaan we upgraden. Come on. En moeten we hier iets mee. Kunnen we hier iets van toe. Positieve effecten van teamactiviteiten worden iets verhoogd. Nee. Hier iets. Nee. Nee. Oké. Ja. Heel bedankt voor het kijken naar deze video alweer. Als je deze video natuurlijk leuk vond, abonneer, like en reageer. Dat zou echt super top zijn. Dit was dan de aflevering. We zijn natuurlijk gewoon eerste geworden alweer. Misschien moet ik het niveau een beetje opkrikken. Of ik kan het natuurlijk ook gewoon zo houden. Heel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!